De Smurfen. De Smurfen? Ja, dus wat zegt u? De Smurfen. Bestonden 50. Bestonden 50, ja. Kijk, oh, dat weten de mensen. Ja, ja, ja. In 1952 werd het bedacht door Leo. En niet te geloven. In een blad. En het werden tekenfilms en een aantal series geweest. In 1977 was het Smurfenlied van Vader Abraham een grote nummer 1 hit. Maar in 1995 ging iemand daar keihard overheen. Haar naam is soms al schoot. Ja, ja, en dat klonk zo. Mag ik nog even kijken? Ik heb nooit keer de dan kans om dat te laten zien. Kijk, kijk, daar ga ik hoor. Los in. Ja. Helemaal blij. Dit is in Telekids. En dat was zo geestig, want het stond op nummer 1. Dat is natuurlijk ook niet te geloven, ik weet ook niet waarom. En toen moest ik overal ineens optreden. Nou, dat vond ik gek. Hoezo vond je dat met gek? Met die smurven de hele tijd in de bus. Ja, maar ik zat in zo'n smurvenpak. Waarom vond je dat maar... Heeft nooit iemand gezien, nooit iemand gezien. Hier, dit is overigens, dit is de staatsloterijshow. Nou, maar wat ik zeggen wilde. Dit is dus 50 jaar geleden. En die... Nou, nee, dit niet. Dit is iets korter geleden. Dit is 13 jaar geleden. Maar de cirkel is rond. Waarom is de cirkel rond? Omdat mijn zoontje heeft opgetreden als Smurf. Daar gaan we toch niet naar kijken, hè? Dit is een programma, daar moet... Wilt u mijn zoontje zien als Smurf? Hij is blond, hij staat aan de buitenkant. En ja, start maar in. Kijk, hij gaat hier zeg maar een soort breakdance doen. Je ziet hem, jij erachter. En ja, hij doet het samen met Finn en Jasper. Maar daarachter is het echt nou breaky. Kijk maar naar mijn schoenen. Ik heb nieuwe schoenen. Ja. Wat, wie is nou precies jouw zoon? Want ik herken hem niet zo goed. Nou, even een fotootje. Ik zit er vol. Die rechter. Rechts. Dat leuk, zo. Hè? Is hij knap? En voor de oplettende kijker, die linker is van mij. Het is. Nou, het is wel gek dat je dit zo zegt. Uren naar kijken.